In een wereld vol kunstmatige toevoegingen, omarm de kracht van de natuur, Beauty Skin. Ontdek Ergen, Castor en Zwarte Zaadolie, speciaal voor jouw welzijn. Verfrissende citroen, kalmerende lavendel, onze natuurlijke deodorants zijn zacht maar effectief. Beauty Skin, de schoonheid van de natuur in jouw handen. Doe nu je bestelling op www.beautyskin.nl en ontvang 10% korting met de code Hussein10. Moet je het aan deze tijd zeggen? Als je om je heen kijkt, bepaalde vlaggen, bepaalde afkortingen. Ja, ja. Weet je, dan, dat noem ik geen mannen. Nee. Dat noem ik geen mannen. Hij heeft geen gender en zo. Dus hij is helemaal niks. Ja, ik zeg, als iemand zegt geen gender, dat is bullshit. Want er zijn maar twee genders, man en vrouw. Ja, ja. Weet je, er is Adam en Eva, er is Adam en Eve, geen Adam en Steve. Weet je, dat gaat er nooit worden voor mij. Maak kennis met Fitra's GoFresh draagbare bidet. Ideaal voor onderweg, outdoor en openbaar ruimtes. Lekvrij design met luxe uitstraling. Altijd schoon en fris, waar je ook bent. Ontdek de unieke GoFresh exemplaren van Fitra via www.fitra.nl en maak gebruik van de unieke kortingscode Hussein15. Beschrijf mij een definitie van een echte man. Een echte man? Ja. Ja, verantwoordelijkheid voor zijn familie bijvoorbeeld. En gewoon, ja, voor zijn eigen geld natuurlijk, man. Ja. Okay. Niet dat hij zeg maar geld gaat vragen aan anderen. Een man weet hoe hij zijn familie treat, moet behandelen. Ja. Die werkt. Mm-hmm. Die werkt aan zichzelf. En die staat gewoon pauw voor wat hij doet. Een man, een woord te woord. Dat is voor mij een man. Kenmerkend van echt een man? Ja. Is iemand die sterk staat in zijn schoenen. Ja. Dus, vanuit geloof. Ja. Zijn gezin bij elkaar houdt. Din over Dunia. Ik denk dat voor iedere man persoonlijk anders in elkaar zit. Ja. Ik kan alleen voor mezelf praten. Maar ik vind wel sowieso je verantwoordelijkheden nemen. Ja. Tot de beste naar je mogelijkheden natuurlijk. Ja, natuurlijk. En alles op een eigen mannelijke, eigenwijze manier doen. Dat, okay. Dat wordt ook wel erbij. Laten we beginnen bij nummer 1, iemand met alles fris. Ja. Raad ik ook alle vrouwen aan. Want, een echte man met alles vrees, die gaat ten eerste gaat nooit makkelijker verleid worden door de dunia en vreemd gaan op jou. Ja. Zelfde ook andersom. Onderwerp van vandaag gaat over mannelijkheid. Wat is typerend voor u een echte man? Een man dat die verantwoordelijkheid deelt met zijn partner, of dat nou een vrouw of een man is, maar je deelt je verantwoordelijkheden. Ja. En wat is volgens u verantwoordelijkheden? Verantwoordelijkheid is dat je ervoor kiest elkaar te beschermen, de aarde te beschermen, het leven te beschermen en er zijn voor de ander. Dat is een heel mooi pakket eigenlijk. Een man is vooral iemand die zijn woord houdt. Een man, een woord. Maar ook iemand die vooral ook vrouwen goed behandelt. Ja. Altijd netjes, altijd correct, altijd eerlijk. Ja. En eerlijk tegenover wie? Eigenlijk tegenover iedereen. Ja. Want als je iets belooft, dan doe je het ook. Dan moet je op je knieën er naartoe. Ik denk dat het lastig is om dat echt heel nu definitief te zeggen. Ja. Maar ja, eigenlijk gewoon wel leiden naar voorbeeld, man. En dan komt er weer terug, ook zelf verantwoordelijkheid nemen. Ja. Dus als je iets fout doet, own it, geef het toe. Ja. Maar ja, als je ergens voor staat, moet je ergens voor staan. Bijvoorbeeld, zeg je A, moet je geen B doen. Ja, precies. Mooi, man. En vooral moet je geen skinny jeans gaan dragen, want dat vind ik absoluut... Nee, man. Maar die boys allemaal skinny jeans deze tijd, bro. Maar je zegt zelf boys, we hebben het over mannen. Oh ja, dat begrijpen. Begrijpen. Weet je? Ik voel hem, broer. Begrijpen. Ten eerste een man die verantwoordelijkheid neemt. Ja. Die waarschuwt voor normen en waarden. Ja. Dat betekent vanuit islamitisch perspectief, maar ook vanuit de maatschappij. Ja. Iemand waar mensen op kunnen rekenen. Mankheid in islam. Ja, kom. Iemand die zijn normen en waarden op het juiste pad heeft. Ja. En iemand die... Zijn intentie recht heeft met alles wat hij doet. Dat kan zakelijk zijn, dat kan met zijn familie, met zijn vrienden, met je buren. Yeah. Iemand die natuurlijk bidt, maar dat is iets wat vanzelfsprekend is. En noem eens een paar voorbeelden van op je eigen mannelijke manier doen. Nou ja, kijk bijvoorbeeld als ik de kinderen als voorbeeld neem. Yeah. Over het algemeen zijn de vrouwen heel erg gestructureerd en het gaat allemaal best wel gestroomlijnd. Maar het moet echt op een bepaalde manier gaan. Wij mannen, we doen dat ook. Maar dan net een beetje anders. Ja. Die een goede akhlaq heeft. En ook in mij natuurlijk, maar staat ook vanuit de normen en waarden. Ja, dat zou ik een man noemen. Ja. Een definitie van een man, bijvoorbeeld iemand die heel veel geld heeft en er stoer uitziet. Is dat een definitie van een echte man? Nee, man. Nee. Dat is een kind. Kind? Ja, dat is een kind. Ja? Ja, dat is een kind. Want die leeft gewoon...
zonder verantwoordelijkheid is gewoon geld maken, maar daar heb je niks aan. Ja, ja. Dus het is veel meer dan dat. Ja. Wanneer denk jij dat een broeder klaar is om zeg maar, zijn verantwoordelijkheid te nemen als een echte man? Trouwen, man. Ja? Ja, man, trouwen. Maar hoe moet hij er mentaal voor staan, denk je? Om te trouwen? Ja. Ja, dat is een lastige, want sommigen zeggen je moet klaar voor zijn, maar wat is klaar voor zijn? Ja. Ik denk dat je gewoon op alle moet vertrouwen en gewoon die gok moet wagen. Maar je moet wel ergens stabiliteit hebben. Hè? Je moet niet op straat lopen en dan denken dat je gaat trouwen. Nee, precies, precies. Dus je moet wel voor werken, maar ook gewoon in het diepe durven te springen. Ja, ja. Dus ik denk dat je dan ook een man wordt, omdat je verantwoordelijkheid hebt voor jezelf en voor een ander. Ja. En iemand die zijn verantwoordelijkheid niet neemt, hoe kunt u die beschrijven? Ik denk dat degene die geen verantwoordelijkheid neemt, zelf zich daar vaak helemaal niet bewust van is. Nee. Dus hoe ga je dat beschrijven? Niet. Nee. Je kan het alleen maar van afstand zien. Als je tegen die persoon zegt, dan ziet hij vaak niet dat hij geen verantwoordelijkheid. Die heeft soms het idee dat hij het goed doet. Ja, klopt. Een soort blinde vlek of zo. Dat zou goed kunnen. Zo zou je het kunnen noemen. Beschrijf eens even zo iemand. Iemand die zijn gezin verwaarloost. Ja. Dat soort dingen. Zijn geloof niet praktiseert. Ja. Ik denk dat dat het grootste... Kunt u mij iemand beschrijven die totaal zijn verantwoordelijkheid niet neemt? Jazeker, die zijn er helaas, en dan moet ik toch een beetje kijken, ondanks dat ik misschien een oude generatie ben, de jonge generatie stapt er heel makkelijk overheen. Ja? Afspraken niet nakomen, te laat komen, geen verantwoordelijkheid nemen. Ik denk dat dat heel jammer is, want ik denk dat dat wel, ook als je iets wil bereiken in het leven, enorm belangrijk is om dat goed te doen. Ja. Dus ze gaan niet op tijd naar bed en zo, dat is allemaal wel wat minder, maar... Ik neem mijn verantwoordelijkheid en ik doe het op mijn eigen manier, zeg maar. Dus als je zoontje valt van de stapelbed, dan is niet zoveel stress. Dat is ook onderdeel van leren, je weet toch? Ja, toch? Een beetje minder begrenzen, een beetje meer de wereld ontdekken. Dat vind ik wel eigenlijk. Als het echt een mannelijk-vrouwelijk, dan zeg ik dat de vrouw is verzorgend. Ja. Beetje, een beetje management. En de man is echt beschermen in de wereld. Grenzen op laten zoeken, fouten laten maken. Ja, precies. Mannelijke energie, mannelijk. Ja. Is eigenlijk wel een perfecte koppel, man en een vrouw, hè? In principe wel. Ja, toch? In principe wel, ja. Is een man bijvoorbeeld die dag en nacht in een café zit en zijn vrouw zit thuis en hij heeft veel geld en zo en hij denkt van zoek het allemaal maar uit. Is dat een echte man, denk je? Nee, man, sorry, man. Nee, man. Ik vind dat als je een vrouw hebt thuis en je bent getrouwd en je kiest er ook voor om getrouwd is een andere fase van jouw leven, snap je? Dus je bent geen kleine kind meer, je gaat ook niet met jouw vrienden elke dag in de café. Kijk, af en toe kan wel. Maar het moet niet een normalisering zijn, je weet toch? Op een gegeven moment moet je meer tijd doorbrengen met jouw vrouw en je kinderen, toch? Maar het is niet specifiek gebonden aan gender. Nee. Vertel. Nou ja, het hoeft niet per se dat een vrouw geen mannelijke eigenschappen kan hebben. Zeg maar. Ja. En andersom ook. Ja. Je hebt vrouwelijke mannen, je hebt mannelijke mannen, maar soms... Twee vrouwen laten het ook werken bij wijze van dat ze die twee elementen brengen, maar... Ideale koppel is wel gewoon van. Laten we gewoon teruggaan naar de natuurlijke basis. Of niet, broer? Waar kom je zelf vandaan, broer? Ik kom uit Suriname. In Suriname? Moet je het aan deze tijd zeggen? Als je om je heen kijkt, bepaalde vlaggen, bepaalde afkortingen. Ja. Weet je, dan dat noem ik geen mannen. Nee. Dat noem ik geen mannen. Hij heeft geen gender en zo. Dus hij is helemaal niks. Ja, ik zeg... Als iemand zegt geen gender, dat is bullshit, want er zijn maar twee genders, man en vrouw. Ja. Weet je, er is Adam en Eva, er is Adam en Eve, geen Adam en Steve. Ja. Weet je, dat gaat er nooit worden voor mij. Ja. Maar dat wordt wel heel erg erin gegooid in deze tijd. Ja, kijk, er ligt ook stront op straat, maar dat betekent dat je voet erin moet zetten. Ja. Daar loop je toch ook omheen. En heeft dat te maken met de generatiekloof, denkt u? Ja, ik denk dat het allemaal ook een beetje te makkelijk is gekomen. Ja. Ja, dus ik denk niet dat de generatiekloof, maar kijk, als je 6 jaar oud bent en al een iPhone krijgt van 1000 euro. Ja. Ik wil niet flauw doen, maar 1000 euro is veel geld. Ja, zo flauw zeker. En sommige mensen moeten daar 2 maanden voor leven, wat iemand een telefoon geeft voor 1000 euro. Ja. Op die leeftijd. Ja. Voor mij moet je daarvoor werken. Precies. Of zakgeld delen, of voor sparen. Ja. Dus je moet ook leren omgaan met alles wat noodzakelijk is. Ja. Mijn mening. Ja, nee. Toen ik 6 jaar was, mocht ik in het zandbak spelen. Dat wou ik net zeggen. Ja, ik kreeg je ook niks gratis. Nee, helemaal niet. Je kan een wijkje doen. Nee, klopt. Wat totaal niet verantwoordelijkheid. Ja, als je afhankelijk gaat zijn van anderen, worden. Dat probleem, snap je? Als jij moet bewegen, en je wacht op taxi of jouw vriend, het gaat niet werken. Snap je? Als je snel bij je moeder moet zijn, het gaat niet werken. Ja, en qua vrouw zijnde, welke kenmerken dient jouw vrouw te hebben? Om met jou in het huwelijkbootje te stappen, denk je? Wel kenmerk, ze moet gewoon stil zijn, man. Gewoon stil, niet praten, gewoon. Gewoon stil zijn, gewoon... Maar moet ze bijvoorbeeld werken, kunnen koken, weet je, haar verantwoordelijkheid nemen als vrouw zijn? Dat dingen eigenlijk. Gewoon als je kijkt naar 1000 jaar geleden, hoe die vrouwen waren. Ja. Gewoon precies zo, man.
Gewoon standaard dingen, schoenen schoonmaken en koken, dat zit. Ja, ja, ja. Deze tijd hoofd heet boiler en zo, hè? Ja, ga niet werken. Als je hier al loopt, dan gaat het al niet werken, man. Goeie antwoorden, man. Ja, maar je geeft nog goede interviews, toch? Ja, toch. Thanks, man, bro. Ik verwacht je weer in de moskee, man, broer. Sowieso. Ja, toch? En in de moskee hebben we alleen maar echte mannen. Ja, toch? Ja, toch? Dankjewel, broeder. Dankjewel, man. 100% man. Is goed, man. Wil je nog wat zeggen tegen de kijkers, bro? Over ja, mannelijkheid? Man. Over mannelijkheid. Wil je weten hoe het is om een man te zijn? Sta stevig in je geloof. Ja. Ga naar de moskee. Ook al ben je geen moslim, wees gewoon een mens. Ja, toch? Behandel iedereen met respect. Vecht voor wat je lief is. Ja. Dat is heel belangrijk. Zorg voor goed voor je vrienden en je naasten. Ja. Ook heel belangrijk. En deel vooral ook alles wat je hebt en maak je leven gewoon mooi. Ja, perfect. Ja toch? Ja. Ongeacht reur, klas en geloof. Ja man. Hartstikke bedankt voor uw tijd en moeite. Graag gedaan, jongen. Ja. Super koud. Ik laat u maar gaan, denk ik. Dat mag. Hey jongens, veel succes. Ja, dankjewel voor uw tijd en moeite. Mooie feestdagen. Ja. Nou. Nederlanders heb ik zalig kerstfeest. En alle goeds voor 2024. Ja. Nou, goedenavond. Succes. Hartstikke bedankt. Hoi. Joke. Doei. Hoi. Nou. Ik ga het zelf eruit. Sorry? Op mijn YouTube-kanaal. Hoezijn. Ja, is goed man, dankjewel. Is goed, rustig aan. Nou, subhanallah, hij zegt fijne feestdagen. Jij ook. Beste mensen, ik ga van jullie afscheid nemen. Vergeet jullie bestelling niet te doen. www.beautyskin.nl natuurlijke deodorant in 5 geuren. Dus doe jullie bestelling inshallah. Hoezijn 10, dan krijg je 10% korting. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.